Eindhoven kan zeer tevreden zijn over zijn eerste afstand. Terwijl inmiddels Bo Kunig uit Zweden al op de baan is verschenen. Maar wij nog even nagenieten van die 37-69 van Loef. Een prima prestatie. Weliswaar in het tweede, ja, in het tweede echelon van zo'n wereldkampioenschap toernooi. Maar je moet alles op zijn eigen waarde weten te schatten. Hier en dan deze hier, man. Door ver weg van iedereen te rijden. Hij rijdt in de 16e rit tegen de Zweed Bo Kunig. Kiteba is, ja, toch een buitenbeentje op een of andere manier. Ja. Ik denk niet dat hij zijn beste 500 meter van zijn leven rijdt. Nee, ik vind hem een beetje wild. Normaal is het één geheel, dat is nu niet. De armen slingeren alle kanten. Het valt een beetje tegen. Zijn tijd niet hoor, daar laat ik dat voor opstellen. Maar 9,89 is een normale opening voor hem. Ja. Dan moet die Zweed snel weg. Dat gebeurt goed, daar kruipt hij er even achter. Maar hij komt ook niet in die mooie lange glijslag uit. Hè? Nee, het is niet, dat zingen zit er niet in. Hij houdt zijn hand op zijn rug in de bocht. Dat hebben we meer bij Aziaten gezien. Is dat typerend voor die stijl van rijden? Nee, ik deed het ook altijd. Maar... Ja, ik ging niet zo hard als die jongen. Dat wou ik zeggen. Ja, het is een rustgevoel. Je houdt wat meer je evenwicht in die bochten. Kan je nog 8 jaar geleden herinneren dat er 2 Japanners kwamen die de hele 500 meter met de hand op de rug reden? Suzuki daar. Ja. Maar die had een motortje erachter. Ja. Kiteba is bepaald niet weg, als we zijn eindtijd in oogschouw nemen, want hij rijdt 36-90 en hoort dus bij de top 6 van het klassement. Wat betreft die inschatting die we vooraf hebben gemaakt, klopt dat allemaal? Ik denk dat we nog niet helemaal klaar met hem zijn, hoewel dit toch niet helemaal is wat we van hem verwachten. Huh? Nee, ik ben bang dat hij niet bij de eerste 4 staat straks. Wat je op zijn schaatsen ziet, valt me ook altijd op. Tapet hij de voorkant van zijn schoen in? Nou, ik denk dat hij tapet hem midden-op om hem nog strakker aan te trekken. Dat is sprinters eigen. Ja, die willen knoeienhard die schoen vast. Ja, het moet, mag niks aan markeren. Het moet één geheel zijn. En je ziet ook, de tape zit puur op zijn veters. En dat zit dus echt knoeienhard vast.